Wouter, gefeliciteerd. Je was de eerste schaatser die gedisqualificeerd werd omdat je over de beleiding reed op het rechte stuk. Waarom deed je dat? Nou, allereerst bedankt hè, voor de felicitatie. Nee. Waarom deed je dat? Kijk, eerste wedstrijd van het seizoen. En eigenlijk in mijn achterhoofd helemaal niet meer bij stilgestaan dat die regel meteen batsboom inging. En eerste 500 van het seizoen. Een paar missetjes bij de start en ik viel er naar rechts. En ja, daardoor kwam ik over de lijn. En eigenlijk door een misslag over de lijn gaan. En DQ naar de finish. Wat moet er nu gebeuren om die regel weer van de kaart te krijgen? Ik weet niet. Ik denk dat er de laatste tijd genoeg over gezegd is. En ik denk dat we nu ook nu maar moeten laten rusten verder. Want iedereen praat erover. En je leest het in de kranten overal. Dus ik denk dat het nu gewoon bij de ISU ligt en bij de sporters. Maar beter gewoon op het schaatsen kan letten. En dan zien we wel wat er gebeurt. Gewoon rechts sporen en verder voor de rest niks meer? Nou, niet rechts sporen. Kijk, tuurlijk moeten... iedereen is tegen de regel en ik denk dat die ook gewoon afgeschaft moet worden. Mark, waarom ben jij een Twitteractie begonnen tegen de nieuwe ISU-regel? Omdat ik het absoluut niet mee eens ben. En ik denk dat ze heel erg nadelig kunnen zijn voor onze mooie schaatsport. Heeft met lijnen te maken? Kan je dat uitleggen hoe dat precies zit? Nou, als wij de lijn op het rechte stuk waar je naar de finish toe gaat overschrijden, dan worden we gedisqualificeerd. Maar ja, schaatsen is een sport waarbij je zijwaarts afzet. En het komt nog wel eens regelmatig voor dat je de lijn overkruist. Ik had het bij mijn race in Vancouver op de 1500 meter. Shawnee Davis had het bij zijn wereldrecord races. Dus het overkomt de beste. En het zou toch zonde zijn als iemand een wereldrecord rijdt of een Olympisch gouden medaille wint, dat er daarna een scheidsrechter naar hem toe komt en zegt van nee jongen, je bent gedisqualificeerd. Dat moet je niet willen, denk ik. Heb je veel bondgenoten? Ik heb alleen nog maar bondgenoten. Ik heb nog niemand gehad binnen de schaatswereld die zegt van ik ben het er niet mee eens of dit is een goede regel. Wat voor acties komen er nog meer? We zijn bezig met een brief van naar de ISU toe van een Nederlandse atleet. En we moeten even kijken hoe dat gaat en daar willen we even goed voor gaan zitten. En hopelijk dat er heel veel mensen meer met ons eens zijn. En misschien kunnen we iets bereiken, misschien ook niet. Misschien moeten er eerst slachtoffers vallen en dan zullen we zien hoe het gaat. Maar ik hoop dat het eigenlijk hoop ik gewoon dat die regel afgekeurd wordt.